Dames en heren, jongens en meisjes, goeiedag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Weekoverzicht, een programma van het kabinet van de vicepresident. Dit is aflevering 207. In deze aflevering zijn de hoofdpunten als volgt. Biggie Stone heeft eenmaal 24 uur stroom. Maron, belangrijk in Surinaamse geschiedenis. Grondenrechten, rode draad bij kranslegging Dag der Marons. Federatie van Paraplantages brengt bezoek aan VP Brunswijk. Het dorp Biggie Stone in Marowijnen heeft nu toegang tot eenmaal 24 uur stroom. Een heugelijk feit dat op zaterdag 5 oktober 2024 feestelijk werd ingeluid. Vicepresident Ronnie Brunswijk had de eer om met een druk op de knop het project officieel in gebruik te nemen. 25 december, dan de zeker dat deze maf wan had die. Ik kies ook toe aan eenmaal 24 uur stroom. En af actie, moro, en af drama, ik bel, want de heer, die zei nee, we zitten kon rusten. Had het pas, ik ben doenro, we zorgen dat we dat stroom gede, we dat ook toe, als stratifaya we. Inderdaad, wang, heugelijk feit, zou we vier tide, dat je Biggie Stone eindelijk is ja faya. En at 2024 zou we Libya. Alles maar heb je vijf van Oudu. Ja toch? Want mijn denken weg moet en je libi. A boom give you onderwijs, a boom give you eigen ontwikkeling. Maar, a boom ook tot je jaar zijn telefoon vier. Dus maar liever de bijdrage dat ik die na die, hoe de jaar zo'n idee voor letter vijf. Ik heb een partij bij dat ik me feliciteer aan de regering. En me feliciteer ook toe. Ja, IBS wat Biggie ook kan niet doen. Me feliciteer aan gemeenschap. Aan de regering zal toch in Brunswijk want jij komt nadat hij aan eenmaal 24 uur stroom door naar een gemeenschap. Als jullie kijken naar Marowijn, de einde van jaar, de Marowijn, wat het betreft elektrificatie, na ontwikkeling aan je gebied, ja, wat maakt die ontevreden? Nee, helemaal niet. Als je kijkt, komt er naar Stokers IJver, dat we ronden af, dat we halen staan, dat we dijk bij niet, wat die passie, dat we doen naar de konden, naar de afstafie. Halen kon door Mongo, halen kon naar Ofilaulo, halen kon naar Dantapu, halen kon naar Mula Konde. Hadi gote na kabolo, hadi gote na biota huya no no Biggie Stone. Suma time taki ibeo sibo ito na neti den taki yo hali fire moto na albinato Biggie Stone. Kwa basi ya, kwa bende mi aneti. Dat ook kwa pasi biyo dote yaso. Mi ate food wese lesani. Maar hij voelt voor zomaar, hij voelt voor breed die. Dat hij, dit is maar voor wie. Dit is aan jou bij pakken zijn, dat hij gewoon niet. Safi, safi, hij komt. De regeringsfunctionaris toonde zich ingenomen. En hij sprak namens de totale samenleving de felicitaties uit. De vreugde was ook niet anders bij de inheemsen en Maron gemeenschap van Biggie Stone. VP Brunswijk benadrukte dat de regering hard werkt om in alle districten ontwikkeling te brengen. De kwestie van de grondrechten is de rode draad geweest bij de viering van de Dag der Marons. Op donderdag 10 oktober 2024 hebben president Chandrika Persat Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en parlementsvoorzitter Marinus B. hierbij stilgestaan. Ik had het gezegd tijdens IGD, heb historie voor grondrechten. Het overschaduw die goede dingen. Omdat het dit in deze maat is.
ade a drevudesma, ade a wens, maar ook toe, ade omdat a bribi bij de ina regering die zie, dat to verwezenlijke. Oh, if you look a commitment for a president, a vice-president, and the partijen, dan no one track kuis no de, no one track bribi no kan e onsta moro legi, a regering die spe beloving en ouding. In oktober a deel van Maron, a axa president, a vice president, a grondrechte, a dia parlement aan een non non, a dienas regering pakken. Parlement behandelt bij eerste ronde kwam. Nou amendement, de veranderen was aan de check, want je hebt geen idee hoe dat werkt bij bijna. A boetje ik weet, wanneer langa. President die de absolute vice president, en desma musabi lekker bezig doya. Dat na alle demie actie president dat hij onting wou kabang asanja. Die asanja na wansan die nami taki die me doen, dat me teke aning, na rekeren san toki doen swag. Fu al de rekeren die kode fetere wende no wandoen ne wi doen, dat natuurlijk mik wamus kode begin, mi jay nya rekeren en mi defisa president ni asanja no wando. Dat an houdu nooit mo. Mile, en asanja no pasa, A president de Aso, we doen een beroep niet op het Malaysie. VP Brunswijk heeft samen met het staatshoofd een krans gelegd bij het monument op het plein van 10 oktober 1760. De VP sprak van bezinning voor de strijd die de voorouders van de Marons hebben geleverd. Het was volgens hem een strijd tegen onderdrukking. VP Brunswijk riep op tot eenheid onder de Marons en zei vooral dat zij hun waarden niet moeten verliezen. Marons hebben volgens vice-president Ronnie Brunswijk een cruciale bijdrage geleverd in de geschiedenis van Suriname. Hij zei op woensdag 9 oktober aan de vooravond van de Dag der Marons dat deze groep steeds belangrijk is geweest wanneer het aankomt op bevrijding. De Maron, ik ben ook een Maron. Ik denk dat we trots mogen zijn op onszelf en dat Suriname, de geschiedenis ligt daar. Dat elke keer wanneer Suriname in problemen is, het mag zijn tijdens slavernij, dat de Maron een belangrijke rol heeft gespeeld om ervoor zorg te dragen dat alles maar vrij in Akondre is. Ja, de Maron heeft een geweldige bijdrage geleverd. Dat zijn Saramakanes, Okanes, Matuariërs. Die hebben allemaal gestreden om, voor hun vrijheid. En dat we vandaag hier staan. Slavernij de Moro enzovoort, hebben onze voorouders heel hard gevochten om dit te bereiken. De VP merkte op dat de Marons heel wat hebben en nog steeds moeten doorstaan. Door verdeel- en heerspolitiek is de eenheid onder Marons, maar ook die met anderen, tot slaafgemaakten kapot gemaakt. Anno 2024 wordt eraan gewerkt de eenheid te bevorderen. VP Brunswijk spant zich hier persoonlijk voor in. We zijn nog steeds bezig om een vuist te maken, een echte eenheid onder de Maron-gemeenschap, maar niet alleen de Maron-gemeenschap. De mensen die ze uit Afrika hebben gebracht en tot slaaf hebben gemaakt, we zijn nu bezig om toch nog eenheid te maken. We zijn daarmee bezig en zeer binnenkort gaan we weer naar Mampane om weer een poging te maken om die eenheid te kunnen brengen onder deze gemeenschap. De federale
coöperatie van paraplantages onder voorzitterschap van Hesdy Ommen heeft een bezoek gebracht aan vicepresident Ronnie Brunswijk. Hierbij werden belangrijke vraagstukken aangaande het district Para besproken. Tijdens de ontmoeting op vrijdag 11 oktober 2024 kwamen zaken zoals vuilophaal, gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs aan de orde. VP Brunswijk heeft directe oplossing beloofd voor het afvalprobleem. Er zijn ook afspraken gemaakt om andere urgente kwesties in Para aan te pakken. De federatie zal volgende week door tussenkomst van de VP een bezoek brengen aan president Chandrika Prasad Santokhi om zaken verder te bespreken. Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport zat ook aan bij het onderhoud. Dat was het voor aflevering 207 van het Weekoverzicht, een productie van het kabinet van de vicepresident. We wensen u een goede start van de nieuwe week toe en graag tot de volgende week.